Nou, um, heb je gezegd, je opent een rekening en daar stort je geld op. En, en daar krijg je een uitkering op. Uh, wat voor een bedrag moet ik dan zo'n beetje denken? Ja, ik moet eerst even iets recht zetten, Jan, want ja? een uitkering is het niet. Nee. Dat is echt het zijn dat is schenkingen. schenkingen. En dat ja. is echt wezenlijk iets anders. Dus, dus wel, uh, ja. Um, ja, het ligt eraan voor welk bedrag je mee wilt doen per maand. En net als bij een verzekering sluit je hier, zeg je ook: ik wil per maand meedoen voor een inleg van. En dat is van minimaal 750 euro tot maximaal 2500 euro. Ja, want, dat wordt gekoppeld. Je moet alleen maar, zeg maar je belangrijkste eerste levensbehoeften kunnen dekken. Ja, dat bepaal je natuurlijk wel zelf. Want sommige mensen hebben een praktijkruimte die ze moeten huren. Hè. Ja. Het gaat eigenlijk wel dat, dat jouw winst uit onderneming niet uh, lager kan zijn dan het bedrag waarvoor je meedoet. Ja. Je upload, je, je cijfers worden in het begin ook overlegd, wordt naar gekeken. Mm -hmm. Dus die bedragen, en dus per maand betaal je. Uh, voor het laagste bedrag uh, stort je 33,75 op jouw rekening, uh, jouw broodfondsrekening. Het hoogste bedrag is 112,50 euro. Dat zijn uh, alleszins uh, acceptabele bedragen. Absoluut. Nou, dat was een van de principes van het, het broodfonds: dat het toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat het betaalbaar is ja. voor iedereen. Dat iedereen dus ook echt mee kan doen. Ja. Dat spreekt mij er enorm aan aan. Zeker. Ja. En. Uh, je betaalt uh, uh, contributie, dat is dit jaar verhoogd. Dat was eerst altijd 10 euro, maar het is net 12,50. En dat is gedaan omdat er gaan 6 euro naar de broodfondsmakers, 3 euro zijn de bankkosten. En dan was er nog maar 1 euro voor de verenigingskas. Mm -hmm. Nou, de meeste verenigingen zeggen, nou, daar kunnen we geen leuke dingen nee, van doen. Dat dus dat bedrag wat verhoogd is, er komt dus 3,50 euro in de verenigingskas. Maar dat gaat volledig, die verhoging gaat volledig ja. naar de vereniging? Ja en dan kun je daar dan een koffiemeting en een barbecue voor organiseren. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. of een dauwtrap activiteit. Dat, dat is dan... voor de van de ja. <laughs> Wie weet, laat je verrassen Jan, wat er gaat <laughs> gebeuren bij de Gelderse verlei. We gaan het zien. <laughs> ja, dus dat zijn de bedragen en daarnaast heb je instapbedragen. Dus als je lid wordt uh, betaal je 225 euro uh, instapgeld en daar is 185 euro voor nee, 150 voor de broodvolsmaak, 35 euro is het inschrijfgeld zeg maar. Ja. En het andere bedrag wat overblijft, die 40 euro, gaat ook naar de verenigingskas. Dus als vereniging start je wel al met een basis. En, um, nou, dat zijn een beetje de, de, de kosten die ermee gemoeid zijn. Mm -hmm. um, wat ik net zei, er is nog een verschil met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Uh, je hebt 30 dagen wachttijd. En het Broodfonds keert 24 maal een maand uit... voor dezelfde oorzaak ziektegeschiedenis... Dus het broodfonds blijft niet eindeloos. Uh, je hebt iets en daar zou je jaren Dan mee... Er is een grens gesteld van maximaal twee jaar. En dat heeft te maken met de betaalbaarheid. Ja, want anders wordt het veel te ja. duur natuurlijk. Ja. En het heeft ook wel te maken met cijfers. 80% van de ondernemers is na een jaar weer gewoon arbeidsgeschikt. 98% na twee jaar. Dus er is een voorziening gemaakt die voor de grootste groep gewoon echt alles dekt. Geweldig.